SV Urk is nu 2 weken bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Urkers spelen dit seizoen voor de eerste keer in de 3e divisie. Vorige week waren nog 7 van de selectiespelers afwezig door vakantie. Maar langzaam maar zeker druppelen de spelers nu binnen. En kan Gert-Jan Kasten, de trainer, werken aan het team. Dit weekend werd er geoefend tegen ACV uit Assen. Die ploeg speelt net als SV Urk in de 3e divisie. In het oefenduel op Urk komt ACV hier op voorsprong. De ploeg uit Drenthe speelt al vanaf 2017 op 3e divisieniveau. Urk debuteert dit seizoen in de 3e divisie. Hier de tweede treffer van ACV. SV Urk verloor uiteindelijk de oefenpot met 4-2. Je merkt gewoon als je zelf verkeerde keuzes maakt of je verspeelt een bal aan de zijkant en je staat niet goed. De restverdediging noem je dat, staat niet goed. En zij hebben dan de technische vaardigheden om daar gewoon heel snel doorheen te spelen. Na 2 weken voorbereiding is de ploeg bijna compleet. Het is jammer dat de ploeg niet direct vanaf het begin van de voorbereiding compleet is. Want de voorbereiding is kort en Urk moet echt aan de bak om goed voor de dag te kunnen komen tegen de goede ploegen in de 3e divisie. Ik denk dat je het niet kan voorkomen. Kijk, Kasten is natuurlijk fanatiek, de technische staf is fanatiek. Die hebben het liefst natuurlijk iedereen aan het begin van de voorbereiding gewoon aanwezig. Dan kun je gewoon meteen wat je wil, daar kun je mee beginnen. Maar ja, we hebben het al vaker over gehad. Ja, we zijn Urkers, we hebben geen contract. Maar iedereen doet altijd zijn uiterste best om er zo snel mogelijk te zijn. Nou, soms heb je een vriendin of vrouw, die is misschien lerares of die moet in de bouw vaak met vakantie. Ja, dan wordt het een stuk lastiger. Jij zou er eigenlijk ook de eerste training niet bij zijn. Toch heb je er alles aan gedaan om er wel bij te zijn. Heb je dat expres gedaan om een beetje een uitstraling te geven? Jongens, we moeten het echt met elkaar doen. We moeten met elkaar die 3e divisie toch wel gaan bestrijden. Nou ja, dit jaar moesten we vroeg beginnen. 18 juli geloof ik. Ik ben nog nooit zo vroeg op vakantie gegaan. Volgens mij ging ik 3 juli al naar Kroatië. Ik zou de eerste training missen, maar meestal als je teruggaat van vakantie denk je, nou, ik rij meteen het hele stuk naar Nederland. Dus dan heb je kasten gehad van maandag ben ik er. Maar ik denk dat elk ander dat had gedaan. Dus ik ben geen uitzondering erin. Komende week gaat de selectie van SV Urk op trainingskamp in Vierhouten. Dan kan Lucas Nagel samen met zijn teamgenoten verder bouwen aan de voorbereiding.